Oké, mensen, hou je vast. We gaan nu een Chinese supermarkt in. En het is echt behoorlijk kabaal hier. Met allemaal hele rare gerechtjes. Je betaalt hier met een yuan. Dat is ongeveer 7,50 euro. Of 1 euro is ongeveer 7,5 yuan. Dit zijn blijkbaar eieren. Het zijn kleine visjes. En dit zijn eendenkoppen. Ja, want dat is junkfood hier blijkbaar. Het is heel normaal dat je dat eet. Dit zijn gare kippenpoten, maar dan echt de poten, zeg maar. Best wel bizar. Zeg maar, alles wat wij niet zouden eten, dat denken ze hier. Ah, alleen maar lekker. Gaan we bestellen. Ook overal bij ieder schap staan 2 man personeel. Dat is ondenkbaar. Er staat hier ongeveer net zoveel personeel als dat hier mensen zijn die staan te winkelen. En ze maken reclame voor hun eigen kraampje. Dat gaan we nu even filmen. Kijk, ze hebben gewoon een microfoontje bij zich. En wie het hardst schreeuwt, verkoopt hem eerst blijkbaar hier. Kijk. Ja. Het maakt ook geen hol uit dat ze gefilmd worden. Ze hebben daar een microfoontje staan. Dat is... En daarmee schreeuwen ze gewoon de hele supermarkt aan elkaar. En iedereen blijft daar heel rustig onder. We zijn heel gedisciplineerd, iedereen heeft een eigen taak. En daar wijken ze ook geen centimeter van af. Hier wordt echt uitgezocht wat het beste is. Het zijn allemaal grote stortbakken met eten. We gaan even weer op zoek naar iets heel bizars. En dat is in ieder geval dit. Ik weet niet of jullie nog kunnen zien wat het geweest is, maar ik denk het wel. Ik denk dat deze vanmorgen nog gekraaid heeft. En dit zijn op een of andere manier zwarte kippen ofzo. I don't know. Maar het ziet er gewoon niet zo heel smakelijk uit. In ieder geval niet smakelijk in mijn optiek. Hier hebben we nog een keer, volgens mij zijn dit hanenpoten. Het is echt... dit zijn volgens mij dan van eenden of zo, van ganzen. Die hebben vliezen ertussen zitten. Nou, ik ben erg benieuwd wat dit is. En dit zijn kreeftjes, die worden gewoon levend in elkaar gebonden en dan hier neergelegd. Kijk, daar kun je nog zien dat die levend, die schuimt gewoon nog een beetje. Dat is best wel apart. Afdeling vers vis. Ja, je kunt ook gewoon verse garnalen bestellen die nog zwemmen. Bakkels of kreeften. Dit is gewoon een supermarkt. Je kunt ook kaper bestellen. Dat kost ongeveer 2,50 voor 500 gram. En nog andere vissen.
hier hebben we nog een keer een bak met Chinezen die uit die bakken van alles aan het draaien zijn. Grote bende. Grote chaotiek, maar wel leuk om een keer te ervaren. Zover mijn verslag vanuit China.